Welkom bij Atelier Bettina. Vandaag ga ik aan de slag met tie-dye. Daarvoor gebruik ik acrylverf, wat ik heel erg dun maak. En daar gebruik ik t-shirts voor. Wit t-shirts, maar ik heb ook een geel t-shirt gebruikt. Ik laat jullie het proces zien en ik laat jullie het eindresultaat zien.